Ik ben Hanny en ik ben de receptionist bij de VRT. Als receptioniste ontvang ik gasten en bezoekers bij de VRT. Ik zit meestal aan de bezoekersingang. Daar is eigenlijk de taak meer dan als receptionist. Dus je moet ook zeker de strikte regels volgen qua veiligheid en security. Aan de lobby begeleid ik de gasten tot aan de studio's. Veel telefoons doen, opvolging van de mails. Er zijn verschillende bezoekers, BV's, politici, gewone gasten, radio, muzikanten, dus, of zelf ja, leveranciers, noem maar op. Wauw, radio 1, sorry radio 2. Allebei, nee, met de kinderen toch. Ik ben een trotse mama. Zie hoe ze in elkaar zitten, hoe ze omgaan met de spelletjes. En die is altijd, dit doet me echt plezier. Ja, dat is moeilijk. Ik denk thee. Ik ben echt een grote fan van thee, groene thee. Ja. Zeker bezoekersingang. Het voelt voor mij als tweede thuis. Ik ben ook daar begonnen als receptionist. En als de gasten binnenkomen en zien me daar zitten, dan weten ze dat snel worden ze geholpen. Leukste ervaring is dat ik ooit Billie Eilish van heel dichtbij gezien. Dan was het een beetje het gevoel van wauw, ik zal tegen mijn zoon zeggen, kijk, ik heb Billie Eilish in echt ontmoet en dat was echt een toffe en super vriendelijke meisje. Ik zou niet direct willen van job wisselen met iemand, want ik doe mijn job enorm graag. Mocht ik toch kiezen, ik zou voor redactie van Franks gaan. Of Rudy Franks, want die is zo interessant. Iemand die zoveel heeft meegemaakt, zoveel gereisd, interessante reportages. Dus dat is gewoon fantastisch.